persconferentie van vanavond. Nieuwsuur is er om 9:30 op NPO 2. Hallo, hallo, hallo. Hallo, welkom. Goedenavond thuis bij de eerste aflevering van een gloednieuwe college tour. Onze gast van vanavond is al 20 jaar op de toppen van haar kunnen in de Nederlandse muziek. Schreef hit na hit, kreeg alle prijzen die er te winnen zijn. Werd tweede bij het Eurovisie Songfestival. En was natuurlijk de mentor van de inzending waarmee we na 44 jaar weer het Songfestival wonnen met Duncan Lawrence. Samen met de studenten hier in de poptempel van Amsterdam, Paradiso, interview ik vanavond Ilse de Lange. Hallo. Hallo Ilse. Ga zitten. Dankjewel. Leuk. De eerste keer terug in Paradiso. Ja. Echt bijzonder, toch? Beetje dubbel gevoel. Heel mooi dat we hier zijn, maar ook jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Hoe lang geleden is het dat je hier gestaan hebt? Poeh, 1,5 jaar geleden of zo, 2 jaar geleden. Ik denk dat sommigen misschien beter weten dan ik. Oh, 2 jaar geleden. Ja, ja, je hebt een die-hard fan. Waarschijnlijk. November, 2 jaar terug. Was je hier in de zaal? Ja. Ja? Was het een goed concert? Het was zeker een heel goed concert. Wanneer ben je hier weer? Wanneer sta je hier? We hebben natuurlijk een aantal keren onze clubtour, waar Paradiso ook in valt, hebben moeten verzetten. Het staat nu gepland voor oktober, geloof ik. Kijk even, jij weet alles. Ken je hem ook? Ja, Bjarne is dat. Ja. Ja, Bjarne is heel vaak bij concerten. Ja. Hey, we gaan het over alles hebben in je leven. Maar het feit dat je hier dadelijk, want dat ga je ook doen, gaat optreden, verheug je je daar dan extra op? Dat er in ieder geval geen vol Paradiso, maar een deel van Paradiso is. Ja, natuurlijk. Daar verheug ik me ontzettend op. Weet je wel, als we dan aan het soundchecken zijn, zo voordat de opname begint, ja, ja, dat is wat ik doe, weet je wel. Dus dan voel ik me natuurlijk helemaal in mijn element. Ja. Ja. Studentenprogramma, college tour. Dus de vraag is, wat was jij voor een student? ja... Niet echt. Ja, ik vond het leuk. Ik heb een heel leuke schooltijd gehad. Ik heb niet echt gestudeerd of zo. Mm-hmm. En ik denk op het moment voor mij dat ik dat soort keuzes had moeten maken, van welke kant wil ik echt op, was de muziek al zo aanwezig en ook op zo'n level aanwezig dat dat misschien wel mijn carrière kon worden. Al dacht ik daar op dat moment helemaal niet op die manier over na. Maar het is natuurlijk wel gelukkig mijn beroep ook geworden. Maar lagere school, MAVO? Ja, en toen, na de MAVO, was het eigenlijk, waar gaan de meeste toffe lui van de klas naartoe? Dan ga ik daar ook maar naartoe. En dat was? Middelbaar middenstandsonderwijs. Het bestaat geloof ik niet eens meer. Maar dan kon je een winkel beginnen of zo. Ik weet ook niet, dat wilde ik helemaal niet. Maar ja. Je volgde gewoon de rest van de klas. Ja, dat was midden in de stad, dat was wel gezellig. Ja. Ja. We hebben een aantal mensen gesproken over jou en je carrière. Ja, ik ben benieuwd. Je moeder heeft gezegd, oké, doe mee, maar ik doe het 1 keer en daarna nooit meer een interview. Ja. Dit is Carla, je moeder. Och, ben ik benieuwd. Ze was geen meisje, maar was een jongen. Ze hield heel erg, ze ging s'avonds met de jongens naar het sportveld voetbal. Ze is heel lang een beetje jongensachtig gebleven, ook altijd hele korte kapsels. Als we naar optredens gingen, dan hadden wij geen vervoer, geen auto's. En ik werkte bij een autogarage, schoonmaken. En dat geld dat we daar verdienen, daar konden we de auto bij huren. It's so easy to fall away. It's so easy to fall away. Geloof is heel moeilijk. Voor mij was dat heel moeilijk. Mijn ouders waren heel stipt gereformeerd. Dus alles wat wij deden met Ilse op de zondag, voelde ik me heel verschrikkelijk. Heel erg dat ik kwaad deed ergens. Als wij zondagsmiddags naar een talentenjacht gingen met Ilse, dan zat ik heel vaak in de auto en mijn kennissen zeiden wel eens, je hoeft geen hartzeer te hebben, maar je doet geen kwaad. Maar daar had ik wel heel veel moeite mee. In mijn hoofd doorklonk dat mijn vader, maar die vond dat met Ilse ook heel verschrikkelijk dat ze dat deed. Hij vond dat wereldje eigenlijk niks. Hij vond dat heel erg, mensen die niet wat in zijn ogen goed was. En dat heb ik meegekregen en dat is af en toe wel eens heel moeilijk geweest. 16, 17 was ze. En toen zei ze, ik ga naar Amerika. Toen zei ze mij, ja, maar Ilse, zou je dat wel doen? Ja, ik wil het graag.
hebben ook toegestaan, ondanks dat ze zo jong was. Maar het was natuurlijk tranen. Een dochter laten gaan, helemaal alleen naar Amerika, dat was echt heel erg. Welcome to my world of make-believe. Check your reality at the door. Wat belangrijk is in het leven, dat we een hele goede band hier hadden in huis. Met Ilse en mij samen, ja, met Job en ik. Dat was heel belangrijk. Als ik aan mijn vader denk, dan denk ik niet aan een zieke man. Zo, dan denk ik aan wie die was. En hij was ontzettend sterk. En heel krachtig en hij had altijd een enorme lach op zijn gezicht. I Still Cry, dat heeft ze gezongen toen Job overleden is. En dat liedje is heel belangrijk voor ons. I still cry sometimes when I remember. Ja, de band met de vader was heel bijzonder, ja. Ja, want je weet dat hij dat mooi had gevonden. En dat Ilse zo ver is gekomen. Oh ja, ja. Heel mooi. Oh, begint dat nu al? Wat verdikke me. Nou, ja. Ik neem even een slokkie. Ja. Ja, dat vind ik mooi, vind ik ontroerend dat ze dat doet. Dat ze het interview heeft gedaan en dat ze mooi vertelt over je vader ook. Ja, tuurlijk, ja. Ja. Heel lief. Denk je nog vaak aan hem, aan je vader? Hij is in 2012 overleden. Ja, tuurlijk, weet je wel. Elke keer als ik langs die foto ga, schiet hij door mijn hoofd. Of, tuurlijk. Dat, hij zit natuurlijk in mij. En ik heb natuurlijk heel veel karaktertrekken van hem. Het doorzettingsvermogen van mijn moeder en de vrolijkheid. En grappenmakerij van mijn pa. Ja, ja, ja. Nee, mooi. Ja. Mooi dat jullie het hebben gedaan. Je moeder vertelt over de worsteling, het geloof. Ja. En het optreden voor jou op zondag. Ja. En ik weet van je, dat heb je ook wel eens verteld, dat je vader is overleden, euthanasie. Ja. Was dat nog een onderwerp waar het over ging? Van kunnen we dat wel of niet doen? Vond je moeder dat bijvoorbeeld moeilijk? Nou, dat vond mijn moeder zeker wel moeilijk. Ook met die reden, met die achtergrond. Hè, dat het dat moet zijn beloop hebben. Hè, daar heb je zelf geen hand in, zeg maar. Dus dat is in zekere zin zeker wel tegenstrijdig natuurlijk met hoe zij is grootgebracht. Maar dit was natuurlijk wel ook wel echt verder in haar leven. En mijn moeder is wel degelijk veel ruimdenker en veel losser geworden. Ook al voelde ze af en toe nog steeds wel die wroeging in zich. Is zij wel veel... ze zag natuurlijk ook wel dat daar geen kwaad in zat in het optreden, bedoel ik. En uiteindelijk met mijn vader, de keuzes die mijn vader maakte, die respecteerde ze ook. Betekent natuurlijk niet dat daar voor haar een dubbel gevoel inderdaad wel weer bij kwam. Maar ze is daar, ja, mijn vader heeft ze daar natuurlijk ook in gesteund. Mm. En ook heel, heel dierbaar, heel een mooie tijd met elkaar beleefd ook hoor. Want mijn vader was niet in die laatste weken of maanden dat hij alleen maar... hij lag in een bed in de kamer, maar het was gewoon nog steeds die vrolijke man. En volgens mij kom je uit een heel leuk gezin. Ja. Dus het was niet zo dat je de laatste weken van zijn leven nog allerlei problemen of toestanden moest uitspreken? Nee, nee, zeker niet. Maar dat is wel een van... Kijk, mensen vragen, God, weet je wel, is het mooiste scenario voor de dood? Hè? Sommige mensen vallen in één keer weg, hebben geen lijden. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat bij ons, hoe moeilijk het ook is dat je weet dat dat moment eraan komt, er zit al heel veel verwerking in dat traject wat daar aan vooraf gaat. En je voert wel degelijk andere gesprekken natuurlijk dan als je die kans niet meer hebt. Dus natuurlijk bespreek je dingen waarvan je ook weet dat die gaan gebeuren nog nadat hij er niet meer is. Ja. En vraag je daar dingen over. En dat is heel dierbaar dat je die kans met elkaar hebt. Ja. Vragen in de zaal. Ga staan als je een vraag hebt en dan komen we naar je toe. Hiervoor. Hi, ik ben ook muzikant. Ik studeer aan Artest in Enschede. Ik ben heel benieuwd wat voor nummer je altijd al hebt willen schrijven, maar nog nooit is gelukt omdat je het onderwerp te moeilijk is, of omdat je geen passende melodie vindt, of het arrangement doet niet recht aan het nummer. Dat is een moeilijke vraag. We hadden het net over mijn vader. De gebeurtenis met mijn vader heeft er wel voor gezorgd dat ik veel persoonlijker kon zijn ook, omdat ik eigenlijk tot op dat moment nog niet echt leed had ervaren of zo.
Dus dan is het wat meer aan de oppervlakte. En op een gegeven moment, toen ik veel meer in aanraking kwam natuurlijk met dat soort emoties, heb ik dat ook wel meer durven toelaten in songs. Ik ben ook wel het type songwriter dat ik er wel van hou. Maar misschien, ja, ik ben enorm zelf altijd ook aan het analyseren. Ook als ik praat, dat is verschrikkelijk. Dan denk ik, wil ik altijd meteen alles nuanceren, weet je wel. Want, doe maar niet. Nee, dat weet ik, maar ja, dat gaat vanzelf. Maar er zijn wel degelijk liedjes die ik algemener heb gemaakt, zeg maar. Omdat ik misschien wel bang was voor dat mensen echt letterlijk konden lezen in een tekst wat ik allemaal zelf vond of voelde. Ja. Ik ben nog altijd lerende daarin ook, weet je. Probeer het nu dan te verbergen in metaforen en beeldspraak? Soms doe ik dat wel, ja. Dan denk ik van, oh ja. Ja, inderdaad, welke mooie metafoor kan ik hiervoor vinden, zodat iemand wel het gevoel meekrijgt, maar niet specifiek weet met wat voor reden ik deze zin nu schrijf. Ja. Ja. Stiekem. Ik word wel nieuwsgierig van welk liedje is het waarin je jezelf... Ja, dat is toch mooi, hè? Ja, bepaalde mysteries moeten blijven, vind ik. Nee, ja. Nou, mooie vraag. Goeie vraag. Dankjewel. Volgende. Ja, hey Ilse. Ik vind het heel erg gaaf dat je zo actief bent in Duitsland. Ja. Waar je succes na succes lijkt te boeken. En ik was vooral heel erg onder de indruk van jouw versie van Max Giesinger's Für dich. Ja. Ja, oh, je hebt een heel mooi uitspraak. Ik hoor het al. Für dich. Ja, genau. Ik studeer auf Deutsch. Genau. Also, ja. Is het zo, ben je Duitser dan? Ja, ik studeer Nederland-Duitsland-studies. Okay. Ik heb Duits taal en cultuur gestudeerd, dus jawel, ik kan wel Duits. Dat hoor ik al, ja. Precies. Ja. Nou, mijn vraag is, ben je van plan om meer Duitsstalige muziek te gaan maken ook? Want ik vond Für dich echt heel erg gaaf. Ik echt Gänsehaut in de trein hier naartoe ook. Nou, dus, dank. Ja, dus ik heb heel erg hard mijn best erop gedaan ook, om die uitspraak goed te krijgen. Hoe gaat dat nummer? Kun je het even zingen? Dat kun je beter aan Ilse overlaten. Ja, hoe ging het ook weer? Het is al even geleden. Hoe ging het ook weer? Een stukje. Es gibt hunderte von Sprachen. Ja, es gibt hunderte von Sprachen. Genau. Dat moet ik wel doen. Ich verstehe sie nicht. Ja. Es gibt Tausenden van gronden, toch? Gründen, ja, genau. Gründen, ja, kijk, toch wat je les. Waarom du nicht mit mir sprichst? Ja. Maar dat vind ik, dat is een rotwoord, hè? Spricht. Spricht. Ja, maar ik vind het heel leuk om Duits te praten. Dat klopt af en toe geen hout van. Ja, Duits wordt ook steeds beter, moet ik zeggen. Als ik de Duitse interviews zie, dan denk ik van... Ja, het was steeds meer dat vind ik leuk om te horen. Voor, zeg maar. Ja. Progressie, hè? Ja, vind ik wel, ja. Oh, top. Ja, kan beoordelen. Misschien vind je je nieuwe leraar Duits. Dat vind ik leuk om te horen. Nou, ik doe mijn best. En ja, doordat ik er natuurlijk nu heel veel ben geweest, ook de afgelopen maanden, wordt het wel beter. Nu is het zelfs af en toe... Ik zat van de week met iemand te praten hier, zei ik de hele tijd... Nou, dat moet echt weer. Maar goed. Ik herken het. Ik heb er ook eens last van. Ja. Inderdaad. Maar het is leuk. Ik hou van Duits. Het is grappig dat je die vraag stelt over Duitsland. We hebben een Duitse journaliste gevraagd hoe zij jouw carrière ziet in Duitsland. Werkelijk? En wat daar allemaal uit voort zou kunnen komen. Ja, kijk even mee. Oh. Einer der größten Erfolge von Ilse de Lange in Deutschland war auch direkt ihr erster Erfolg in Deutschland. Sie hat bei Sing Mein Song mitgemacht. Das ist eine Show auf Vox, eine Musikshow, das Tauschkonzert. Da singen Künstler Songs von anderen Künstlern auf ihre Art und Weise. Just don't ever think that you're the only one who's gotten good at never showing that they're lonely. Jetzt letztendlich. Dance ist quasi wie so ein Ritterschlag für sie. Sie war auch mit so Publikumsliebling, kann man sagen, bis sie sich dann leider an ihrem rechten Fuß verletzt hat. Aber letztendlich, sie hat sich zwar nichts gebrochen, aber sie hatte einfach so starke Schmerzen, dass sie sich schweren Herzens dann dazu entscheiden musste, ja, die Show frühzeitig zu verlassen. Und da ist dann auch tatsächlich so eine kleine Welt für sie zusammengebrochen. Also es gibt viele niederländische Moderatoren, die es in Deutschland geschafft haben. Rudi Carrell, Marijke Amado, Linda de Mol mit der Traumhochzeit, jahrelang erfolgreich, Sylvie Mais, die ja auch dann jahrelang Let's Dance moderiert hat. Sylvie Mais ist ja eine, die viel auch durch ihr Privatleben, immer wieder verschiedene Männer, die sie an ihrer Seite hatte, auch in den Boulevardmedien geblieben ist. Ilse de Lange ist jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren mit ihrem Schlagzeuger zusammen und hat keine negativen Schlagzeilen gemacht bisher. Deswegen hoffe ich für sie aber, dass das trotzdem auch weiterhin das Interesse bestehen bleibt, auch jetzt nach ihrem Let's Dance. Wenn sie jetzt vielleicht sogar noch Coach bei The Voice of Germany wäre, da wäre sie wirklich ja wieder über Monate lang regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Das wäre was, wo sie natürlich jetzt dauerhaft auch in den Köpfen von den Leuten bleiben könnte. En dat zei Laura Daam. Nee. Maar even, zij zegt, ja, die Ilse die maakt keine Schlagzeilen. Je zit niet in de roddelbladen, want je bent al 1000 jaar met Bart natuurlijk. Ja, gelukkig. Nee, ik heb een hekel aan die dingen, joh. Ja? Ja, vind ik niks.
Ik vind dat echt gedoe. En nee. The Voice in Duitsland, zou dat een ambitie van je zijn? Ja, zeker. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja. Komt het ervan? Want je hebt John de Mol, die kun je bellen. Ja. Er komt nu ook aan, naar aanleiding van Let's Dance, zijn er wel eerst naar aanleiding van Sing Mine and Song, dan, dat programma waar ik in zat. Daar is eigenlijk Let's Dance uit voortgekomen. Ik hoop natuurlijk stiekem dat uit Let's Dance natuurlijk weer iets anders voortkomt. Loopt er iets? Vragen lopender, maar niks concreets. Nee. Nog geen nieuws? Ik heb nog geen nieuws, sorry. Nee. Iemand die jouw carrière heel lang gevolgd heeft is een radio-dj, Daniel Dekker. Die ook natuurlijk betrokken is bij het Songfestival. Ja, zeker. Jullie ja. kennen elkaar al heel lang. En dit is zijn analyse van Ilse de Lange. Oh. Haar carrière begon bij mij eigenlijk in de radiostudio toen ze World of Hurt had gemaakt, haar eerste cd. Als ik aan Ilse de Lange denk en aan haar echte grote successen en liedjes die altijd blijven, dan denk ik aan Miracle. Dan denk ik I Still Cry. Dan denk ik vooral aan The Great Escape, een heel belangrijk album in de Nederlandse popgeschiedenis. Wat Ilse de Lange voor heeft op een heleboel anderen. Zij heeft een klank in haar stem. Zij kan mij in mijn hart raken met een zinnetje. Zij is altijd opgewekt en altijd optimistisch. Maar ik heb haar ook wel van een andere kant meegemaakt. Super fanatiek, soms een beetje bozig. Het is moeilijk om met Ilse te dealen als we zeggen van nou, 9 is ook goed. En daar kan niet iedereen mee omgaan. Er zit soms geen rem op dat stukje. Heeft hij gelijk? Ja, ik ben wel fanatiek, ja. Dat klopt. Ik weet gewoon wat ik wil. En als ik weet dat het mogelijk is, maar andere mensen eigenlijk net voor die finish soort van het al oké vinden, dat vind ik heel lastig. Wat zeg je dan? Ja, dat ligt er aan wat het is natuurlijk, maar ik probeer dan wel, ik wil gewoon het onderste uit de kan halen. En ik heb compleet vrede mee op het moment dat er redenen zijn waarom dat niet kan, weet je wel. Maar als het kan, dan moet je daarvoor gaan, vind ik. En ik begrijp een andere mentaliteit niet echt. Vind ik heel moeilijk. En niet iedereen inderdaad, wat Daniel ook terecht zegt, heeft dat soort eigenschappen. En dus ik snap wel dat sommige mensen mij misschien wel een beetje lastig vinden soms, ja. Veel eisend, lastig. Ja, het is ook niet dat ik mensen benader van het moet zo. Dat zit helemaal niet in mijn aard. Ik ben heel erg van de, tenminste, dat vind ik zelf, positief, constructief met elkaar proberen zo ver mogelijk te komen. Nou, Daniel zegt ook dat je af en toe bozig kunt zijn als het niet gaat. Ja, als mensen dan gewoon tegenwerken. Terwijl ik denk, ja, maar ik kan het bijna aanraken, weet je wel. Daar is het. Zullen we gewoon niet even met elkaar daarheen lopen en dat nu aanraken? En als iemand dan, ja, dan hoor ik, nee, dat is niks voor mij. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Met Duncan met die bal, weet je, dan zit ik echt tot op de laatste minuut nog. Ja, je moet toch eigenlijk 2 centimeter laag nog, die bal. Ja, en dat vinden sommige mensen, denken, nee, doe nou niet. Ga niet nog een keer naar die meneer lopen om dat te zeggen. Ja, dat doe ik dan toch. Ja, kan nog niet helpen. Ja, is gewoon zit ik in elkaar. Ik denk dat het... Lach je ook zo als je dat dan zegt? Of ben je dan op dat moment lach ik niet, hoor. Nee, hè? Nee, want dan kijk, ik zag net zo'n beeld in deze, dit filmpje. Je kan, jij lacht vaak dingen weg, maar je kan heel streng. Ja, nee, ik bedoel, absoluut. Ik wil gewoon gaan voor het beste resultaat wat we met elkaar kunnen hebben. Ja. Heel veel mensen die op jouw stoel hebben gezeten zeggen van het gaat in het leven, als je heel groot wil worden, om de details, om de kleinste finesses, ja, om succes te hebben. Ja. In sport, maar ook dus in muziek. Ja. En als iemand jou een zeikert vindt omdat je die bal van Duncan nog een keer opnieuw wil doen, ja, uiteindelijk kan je dan dus het succes vergroten en misschien winnen. Ik denk dat die mentaliteit daarvoor nodig is. Ja, dat ben ik met die mensen allemaal eens. Ja. Vraag uit de zaal. Ga staan. Hier, iedereen mag vragen stellen. Oh, nu gaat iedereen staan. Ja, dit heeft het losgemaakt. Ik hoorde je net een aantal dingen zeggen waar bij mij heel erg op duidt dat je redelijk perfectionistisch bent. Ik zag ook mooie plaatjes net met Duncan dat je hem begeleidt als talentcoach. Mm-hmm. Volgens mij begeleid je ook Joe Buck en Hannah May staat ook op je label. Yeah.
hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld überhaupt begeleiding bij artiesten? Hoe zie je dat? Ik denk dat er geen formule is, sowieso. Want, ik kan er, dit is voor mij ook een enorm leerproces, hè? Deze rol te hebben in iemands carrière. Bij Duncan, maar ook bij de andere mensen die je noemde. Want wat ik nooit zou willen, is dat het lijkt dat alsof wat ik zeg een soort waarheid is. Want deze positie is voor mij nieuw. Ik kan alleen maar zeggen van, wat zou ik doen in jouw situatie? En een klankbord, ik ben een klankbord. Dat is de rol van een coach, advies geven. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Hier was net iemand die stond. Ja, hiervoor. Hoi, ik ben Judith en ik was heel benieuwd. We zagen Duncan net al even. Je hebt wel eens verteld dat het jouw meisjesdroom was om door te breken in Amerika. En Duncan is nu natuurlijk aan het doorbreken en helemaal bekend. Ben je dan stiekem wel eens een beetje jaloers of ben je alleen maar super trots? Ja, ik ben eigenlijk alleen maar trots. Ik ben zo blij eigenlijk ook voor mezelf dat ik net zo geniet van als daar een doel wordt gehaald, weet je wel. Ja. Dan denk ik, fuck ja, oh sorry, ja, ja, dat hebben we, weet je wel. Dat is gelukt en wat gaaf. En ik kan daar net zo van genieten eigenlijk als dat het voor mezelf zou zijn. Ik ben echt zo trots en zo blij. En dat ik dan een schakel ben daarin, dat vind ik gewoon gaaf. Ja, supergoed. Ja. Ja. We hebben een boodschap van Duncan voor je. Oh, oké. Okay. Komt-ie aan. Hey Ilse, ik ben super blij om jou in mijn leven te hebben als inspiratie, als mentor, coach, maar vooral als vriendin in het leven en in de muziek. En ik ben heel erg trots om met iemand te werken die zich zo inzet voor jong, nieuw talent. Zoals mij, Joe Buck en Hannah May. Dankjewel, Ilse. Nou, wat lief. Nou, dat is toch prachtig. Dit zijn voor mij de prijzen. Weet ja? Je? Ja. Hannah May en Joe Buck die zijn al benoemd, ook door Duncan. Ja. En die zijn ook hier. Echt? Ja, die zingen een van de eerste nummers van jouw CD, Flying Blind. Oh, it's an uncharted sky. I don't think I even really know what I'm feeling inside. Love is so uncertain. Who can say what's in store? This is deeper, farther, higher than I've been before. I'm flying blind wherever your love takes me. I'm letting go and I don't care if I fall. Close my eyes with you beside me. I follow faith and I let it guide me. Tonight I'm leaving all my fears behind. I'm flying blind. I'm flying blind. Thank you, Ilse. Zo young show. Echt super mooi. Dankjewel. Oh, echt mooi. Ja, nou, hè. Wat verdik me zeg. Wat doe je me aan? Hoezo? Is dat mooi? Ja, heel mooi. Ja. Super mooi. Dankjewel. Flying Blind is een van je eerste CD. Ja. En die eerste grote nummers. Hoe moeilijk is het wat zij doen, wat jij probeert te doen met jonge artiesten, om door te breken in dat enorme geweld van mensen die allemaal hetzelfde willen? Dat is heel moeilijk. En daar kun je nooit op rekenen. Dus je moet muziek maken voor jezelf in eerste instantie. En het is zo moeilijk om die vragen te beantwoorden. Wat is het? Soms ook geluk, een dosis geluk. Maar dan wel voorbereid zijn als het kwartje valt, zeg maar. En als je een kans krijgt, dat je dat ook je beseft. Maar zeg je wel eens van, je moet ook een plan B hebben voor als het niet doorgaat? Daar heb ik nooit aan gedacht, nee. Was je zo overtuigd van het feit dat het zou lukken? Nou, in die zin had ik dus wel heel veel geluk. Dat op het moment dat ik misschien dat soort keuzes wel had moeten maken bij mij, dat ik mijn eerste platendeal tekende. En dat was natuurlijk ook geen garantie voor succes of zo. Maar daar was ik toen wel volop mee bezig. En ja, mijn eerste plaat was, dat ging heel goed. Dus toen waren eigenlijk alle keuzes die ik misschien wel had moeten maken al
verdwenen. Ze waren weg. En was er maar één weg en dat was deze. Ja. Ja. Oké. Okay. Ga staan met je vragen. Microfoon. Ja, jij was ook al kippenbij. Hier. Ik studeer om juf te worden en ik zie allemaal verschillende soorten kinderen in mijn klas. Was je van op de basisschool ook al heel perfectionistisch? Nee, ja, ik denk van niet eigenlijk. Ik was heel speels. En als er werd gevraagd van, we gaan vrijdag een weekafsluiting doen en we gaan dit of dat zingen. En wie wil? Ja, dan was die vinger al heel meteen hoog in de lucht. Maar of ik perfectionistisch, ik weet ook niet, ben ik perfectionistisch? Ja. Ja, toch? Ja, wel, denk ik. Ik weet niet, ik vind het ook, er zit ook een negatieve klank aan dat woord, vind ik. Want ik hou juist namelijk enorm van imperfectie. Weet je wel, ik hou eigenlijk heel erg in de muziek ook van imperfectie. En dat is nog wel iets waar, als ik ook aan mijn eigen muziek, daar valt nog wel wat te halen. Ik mag wel wat meer kraken en schuren nog of zo. Ik wil dan toch. Vind je jezelf dan gepolijst? Soms nog wel, ja. Dan mag het nog wat dichterbij. Maar het heeft misschien ook met leeftijd te maken, dat langzaam komt. Nou ja, het begint een thema te worden. Als je zelf een beetje gaat kraken en schuren, dat je dat ook wil horen. Ja, maar je bent geen Billie Holiday. Ik bedoel, nee, zeker daarvoor niet. Moet je andere dingen doen in het leven. Ja, dat is waar. Maar de vraag die, we hadden het er eerder over, dat je sommige liedjes niet kunt of durft te schrijven omdat je dat nog te persoonlijk vindt. En dat geldt dan hier ook voor. Het perfectionisme houdt je misschien ook tegen om alles eruit te gooien en mooie dingen te laten zien. Ik ben nog wel een beetje daarna op zoek. Ik ben nog wel op zoek naar dat het nog wel. Ik hou gewoon van mensen die super echt zijn. Ik denk dat ik super echt ben, maar dat in mijn muziek die echtheid nog wel nog meer de kans mag krijgen. Ben je en daarin te braaf? Ben ik dan wel. Nee, daar komt dan misschien toch wel dat. Dat ik denk, daar kunnen we nog wel dat doen. En dan kunnen we dat nog wat mooier laten klinken. En zo dat ik dan soms mijn eigen doel, wat ik dan heb, misschien wel een beetje voorbij streef of zo. Nee. Maar leuk dat je juf bent. Ja. Doe je wel wat met muziek in de klas? Nou, ik doe een poging. Goed zo, dat is al genoeg. Ja. Songfestival staat voor de deur. Ja, dat klopt. Deze maand. Ja. Koning van het Songfestival in Nederland is natuurlijk ook Cornald Maas. Here he is. Ilse de Lange heeft met het Songfestival laten zien wat niemand decennia lang meer voor mogelijk hield, dat we tweede en eerste kunnen worden. Come After Songs in 2014, volkomen nieuw en anders dan alle songs die eerder naar het Songfestival waren geweest. Dus uitgesproken, met een hele spannende, ingetogen samenzang. Met heel spannend camerawerk, waar heel goed over nagedacht was dat eromheen bewegen. En in die staging was eigenlijk ook de spanning, die hier in het dagelijks leven ook een beetje was tussen Waylon en Ilsen, maar ook klopt volgens het lied, die werd nog uitvergroot. In die periode, daar heeft niemand iets van gemerkt, want zo professioneel waren ze dan ook weer wel, Ilsen en Waylon, maar die verstandhouding was niet opperbest, op dat moment al, toen we in Kopenhagen waren. Wel op alle momenten dat zij samen waren of samen geïnterviewd moesten worden, of het belangrijkste, samen moesten optreden, dan leverden ze full force. En dat hebben ze ook volgehouden. En ik heb nog wel eens gedacht, het nummer heeft al zeggingskracht door een spanning van het verhaal dat over die twee mensen wordt verteld. Maar misschien wel door wat zich in werkelijkheid tussen hen afspeelde, kreeg je dat nog meer mee. Of werd die intensiteit nog voelbaarder. Ik denk dat het verschil tussen 2014 en 2019 misschien was dat ze in 2019 nog harder vocht. Omdat ze toen niet als artiest op het podium stond. Precies. In de mate waarin zij waakt over andere artiesten is ze echt een draufganger. In de beste zin van het woord. Iemand die het onderste uit de kan eist van haarzelf, van anderen. En ze zal ook altijd laten weten als ze het ergens niet mee eens is. Ze vecht voor de zaak en daarin geeft ze niet op. Het succes van Arcade bewijst dat het wel degelijk kan. Dat je ook wereldwijd het verschil kan gaan maken. En dat je misschien wel, zoals Duncan vast van plan is, echt een carrière in Amerika gaat opbouwen. Please welcome Duncan Lawrence. Dat is iets, denk ik, waar Ilse nou met een grote glimlach naar kijkt. Maar ook wel van, wow, ja, dat er zijn ook dromen van haar geweest in hoge mate. Ik denk dat bij haar ergens op de achtergrond altijd een beetje ook dat gevoel zweeft van, dat zou ook voor mij weggelegd kunnen zijn. Dus wie weet, volgende Songfestival deelname. Ik bedoel, met dans alleen in Duitsland red je het niet natuurlijk. Te gek! Leuk. Heeft hij leuk. Wat? Net wat? Ja. Hij heeft nogal veel gezegd. Je mag kiezen. Laten we beginnen over, dat vind ik mooi. Hij zegt van, ja, Ilse, nog een keer het Songfestival. Ja. Zou je het nog een keer willen? Ik sluit het niet uit. Oh, dat is een politiek antwoord. Ja, dat is het. Ja, dat klopt. Je bent geen politicus. Zou je het willen solo? Oh. Nou, alles begint met een liedje. En
Op dit moment zou ik het nog niet hebben, het liedje. Nee, dus als dan... ik het heb, ja, dan zou ik zeker dat heel tof vinden om dat nog eens een keer te doen. Ja. Zo, is dat goed? Ja? Acceptabel antwoord. Oké. <Okay. laughs> Waarom aarzel je om gewoon full force te zeggen? Want volgens mij zou je het hartstikke leuk vinden. Omdat het echt afhangt van of ik de juiste song daarvoor heb. Maar natuurlijk. Maar dat is een voorbeeld. En als ik die niet heb, dan ga ik niet. Nee, maar als die er is, dan? Dan zou ik dat best leuk vinden, ja. Ja, het Songfestival staat voor de deur. Ga je iets doen tijdens het Songfestival, tijdens een van die dagen? Nee. Dat is een complexe vraag eigenlijk. Ik ga natuurlijk Duncan helpen om zijn momenten die hij heeft... en die hij natuurlijk bovengemiddeld verdiend heeft, ook om daar te staan. Daar ga ik hem in begeleiden, zoals ik dat... ook heb gedaan toen we meededen als deelnemend land. Ja, maar op de achtergrond is op dat. De achtergrond samen met Injas. Je staat niet op de bühne. We zien je niet in beeld. Nee. Waarom niet? Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Ze hebben mij niet gevraagd om iets te doen. Ik zie je kijken. Dat is best wel. Ik vind het lastig om daarover te praten, omdat ik daar best wel. Ik vond het heel gek, ben ik heel eerlijk. Ik vind het heel gek. We hebben met een heel klein clubje mensen, op één hand te tellen, hebben we echt Duncan natuurlijk in de spits, hè, als artiest met die song, hebben we iets neergezet wat denk ik echt, ja, nou, dat heeft het verschil gemaakt. En dan breng je dat thuis. En ja, dan denk je, dan loop je in de straten van Tel Aviv met elkaar, met een... die mensen die daar allemaal bij betrokken zijn. En dan ben je natuurlijk met elkaar een beetje aan het fantaseren over... stal toch niet, stel je nou voor dat, weet je wel. Hoe leuk zou het zijn? En dan heb je natuurlijk ideeën. En dan is het zover en dan land je op Schiphol. En dan komt er eigenlijk letterlijk en figuurlijk een calm after the storm. Toen werd het heel stil. Dus dan denk je nog van, nou, misschien gaat die telefoon nog wel een keertje over of zo. Maar dat gebeurde me niet en dat gebeurde me niet. Ik vind het heel erg mooi dat zoveel mensen nu bezig zijn met het Songfestival in Rotterdam. Ik vind het fantastisch. Ik ben natuurlijk nu al geweest voor repetities, ook met Duncan. Ja. En daar ben ik ook enorm onder de indruk. En dat vind ik zo gaaf dat we dat in Nederland nu hebben. Maar had je het willen... Wat had je willen doen? Wat ik fijn had gevonden is als ons in ieder geval een keer een kop koffie was gegund met de vraag... zouden jullie iets willen doen? Dat was al denk ik genoeg geweest. Maar... vraag me niet naar de reden. Ik kan de antwoorden niet aan jou geven, want die ken ik simpelweg niet. Waarom dat niet is gebeurd. Nee. Vind ik dat jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. En vind het behoorlijk ongepast. Ja. Maar weet je, als ik mezelf hoor lullen, denk ik... ik wil helemaal niet overkomen als een gefrustreerd iemand die... Nee. Oh, ik mag niet meedoen, weet je wel. Heb je het gezegd tegen de organisatie? Weten ze dat eigenlijk, dat jij staat te... Ja. Te trillen van kom op, geen nou, ik heb wel even. Bij een aantal mensen binnen de organisatie wel gezegd dat ik, net zoals ik het hier zeg, erg vreemd vind dat het... Mag ik vragen bij wie je dat aangekaart hebt? Nou ja, die mensen weten wel wie ze zijn. Maar dat zijn wel de mensen die er de beslissing over kunnen nemen, omdat... Ja, denk ik wel, ja. Ja. Nou ja, dus het is niet... Het zal wel zijn reden hebben. Sietse Bakker is de grote man van het Songfestival in Nederland. Heb je daarmee gesproken? Die heeft mij nog geen één keer opgebeld, nee. Ik zag je tijdens het filmpje met Cornald even knikken... toen hij zei, de spanning tussen Waylon en Ilse tijdens het Songfestival... heeft er waarschijnlijk toe geleid dat dat nummer nog meer zeggingskracht kreeg. Maar het zijn denk ik heel onbewuste spanningen, weet je wel? Er was spanning tussen ons, absoluut. En ik denk wel dat hij gelijk heeft, dat dat misschien wel heeft... bijgedragen aan de energie of zo die daar... Kun je uitleggen hoe dat werkt? Dat soort spanning leidt tot misschien een mooiere prestatie... en dat mensen thuis voelen van shit, het is echt... terwijl ze het misschien helemaal verkeerd interpreteren. Ja, maar het is een onbewust proces, hè. Nu kun je terugkijken en kun je analyseren... maar op dat moment ben je in dat moment... en heb je emoties in je, ik, hij ook, en zing je dat liedje. En... dat is niet iets wat je dan bewust inzet of het is er gewoon. Maar je voelt het wel. Ja, nou ja. Onderbewust zit dat in je lijf, denk ik.
Het is niet iets, een knop waar je aan of uitzet. Het is gewoon, dat is er. Ja. Ja, dat hangt dan om ons heen of zo. Ja. Vraag in de zaal. Hallo, oh, gelukkig, ja. Ja, jij staat ook al heel lang hier. Ja, hallo Ilse. Hi. Ik had een vraagje. Ja. Want meneer Twan zegt net van, u bent niet gevraagd door Sietse. Maar stel voor, hij vraagt dat wel. Zou u dan bereid zijn om nog een keer met Waylon op het podium te staan? Oh, dat is ook een goede vraag. Ja. Nou, ik denk dat dat sowieso dit jaar, dat gebeurt gewoon niet. Dus daar hoef ik ook niet over na te denken. Heel veel mensen vragen zich natuurlijk af hoe de verstandhouding tussen mij en Waylon is. Nou mensen, ik kan jullie geruststellen hoor, want we zijn elkaar laatst tegengekomen. En dat was hartstikke mooi en hartstikke fijn. Wat dat betreft doet tijd en afstand veel goede dingen met emoties. En ja, ik wens hem gewoon het beste, weet je wel. En ik kijk alleen maar met positieve gevoelens nu terug. Nu daar wat verder van afsta. Dus dat is helemaal oké. Waar kwamen jullie elkaar tegen? In de stad. Ja! Hier, ja. In Amsterdam? In Hilversum. Oh ja? Ja. Hoe was dat? Ongemakkelijk eerst natuurlijk. Mm. Maar ja, toen liepen we op elkaar af. En toen was het eigenlijk van een omarming. En dat zei eigenlijk alles al, weet je. En gewoon dat we allebei zo trots zijn op wat we toen hebben gedaan. Nou, dat is toch mooi. Maar zou u bereid zijn om ooit nog eens een keer terug te komen bij de Comalinden samen met Waylon? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee, ik denk het niet, maar ik bedoel, I don't know, man. Jullie komen, ik vind het beeld mooi, jullie komen elkaar tegen in Hilversum, je omarmt elkaar. Het klinkt alsof het ook een beetje opluchting is misschien. Dat is ook fijn. Het is ook fijn op een gegeven moment ergens gewoon, weet je wel, een punt of een komma te zetten. Nee, okay. Zo van, dat was zo. En, wat hebben jullie tegen elkaar gezegd? Het is goed zo, zeiden we. Toch? Ja, dat is ook mooi. Ik bedoel, ik ben niet iemand die heel graag blijft rondlopen met slechte gevoelens over iemand of wat ook. Ik denk hij ook niet. Ja. Dus dat kwam op het goede moment. Dat moest dan zo zijn, denk dan maar. Ik vind het heel mooi wat je vertelt eigenlijk. Want iedereen weet dat er iets gebeurd is, dat het moeilijk was. Dat je gezegd hebt, ik wil er nooit meer over praten. Het is een zwart deel van mijn leven. Maar dat is het dus niet meer nu. Nou, het is zeker allemaal niet leuk. Maar ja, tijd heelt vele wonden en deze ook. En dat is ook goed, denk ik, ja. Dat toen ik die dingen heb gezegd, was zo vers nog, weet je wel. Dat ik zat veel te veel nog in mijn eigen emoties. En dan zeg je die dingen. En die meende ik ook toen en die voelde ik ook volop toen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal jaren nu verder. En dan is tijd en afstand, ja, helpt dan wel mee. Ja. Ja. Heb jij, op basis van wat je net hebt verteld, heb je Waylon vergeven voor wat daar allemaal gebeurd ja, is? Zeker. Ja, zeker. Jij wel. Ja. 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 Ja hoor. Jij, ja, hiervoor. Leer jij ook levenslessen uit je eigen liedjes? En zo ja, wat is dan degene die het meest naar het hart ligt? Poh. Ik bedoel, we hebben het toch over het thema Songfestival. Kijk, Calm After the Storm. In die zin heeft heel veel, als we het hebben over Waylon of over het Songfestival aan zich, weet je wel. The Calm of the Storm is een soort van self-fulfilling prophecy dan, denk ik, of zo, in deze. En er zitten gewoon heel veel mooie zinnen in over verzoening. En misschien vinden we elkaar terug. En dat is, het is een vraagteken in het liedje. En dat is goed. Sommige vraagtekens zijn ook goed. Die moeten blijven, ja. Mooi. De slotvraag bij College Tour is altijd, wat is het beste advies wat je hebt voor de studenten hier in de zaal en voor de mensen thuis? Jeetje. Ik denk, niemand heeft het antwoord, denk ik, dat het beste advies is. Dus je moet echt proberen de vraagtekens die in jezelf zitten gewoon. Daar moet je proberen antwoorden op te vinden. Hoe dan ook. Linksom, weet je, nieuwsgierigheid en zoeken naar wie ben ik en wat kan ik allemaal. Je moet je sowieso door niemand laten tegenhouden. Je moet altijd vol ervoor gaan. De nee's zijn net zo belangrijk als de ja's. Niet denken dat je alles maar moet doen. Want, oh god, misschien is dat wel mijn ene kans. Als het niet goed voelt ergens, forget it. Gewoon niet doen. Wees
selectief voor jezelf. Dat duurt het langste. Dus ja, en probeer gewoon, en dat is moeilijk zat, puur te blijven en nooit te vergeten waarom, als je muziek maakt hier, of welke ambitie je dan ook hebt, waarom wilde ik dat ook alweer? Vaak is het antwoord gewoon omdat ik het onwijs leuk vind. En als dat nog steeds zo voelt, dan zit je denk ik gewoon goed. Ilse de Lange. We zijn in Paradiso, ja. We zitten hier met een heel klein gezelschap en iedereen wil natuurlijk toch weer een keer muziek horen in de mooiste poptempel, een van de mooiste in Nederland. Ik ook. Ja. Jij hebt je strijkkwartet meegenomen. Matangi is hier bij Matangi. Ons. Ja. En hierboven in de eerste ring staat een gospelkoor. It's so gospel choir, ja. Yeah. Beste van Nederland. Zo is en het. En Marcus Olgers achter de vleugel. Precies. Ja. Ilse de Lange, I will help you. When you hurt bad, when you get stuck inside the silence alone, when you hurt bad, when you deny yourself of good things to come, before the damage starts to break you, when your ground it starts to shake, and you're feeling like you're someone else. When you hurt bad, when you hurt bad, when you're deep inside the forest and no sun cuts through the trees, and your thoughts have got you lost and you need someone to believe in, I'll be standing right beside you. I will never let you go, I will never let you go. I will help you back to life. I will help you put back the stars in your eyes. If you hear me call and see me falling out of sight, you see that I am not alone in this fight. And I'll help you. It's gonna be all. And I feel love, I can feel the love beneath your skin. And I feel love, no matter how hard the pain tries to win. Your heart is just asleep, it's in the back room where you keep it, buried under all your fears and doubts. But I feel love. Dank u wel.
in College Tour, hoogleraar Marcel Levy. Tot dan. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie prachtige vragen. Bedankt, Ilse de Lange. Heel graag gedaan. Dankjewel. Jullie bedankt. Omdat we naar elkaar omkijken. KRO NCRV.